Zit hier voor een tweede gesprek met Steven Nomen. We spraken elkaar een tijdje geleden al, een week of vier geleden, denk ik. Nog eens, denk ik. Ja. Wat is er in de tussentijd iets veranderd? Ja, ik was nog maar sinds heel kort begonnen met aankondigen dat ik gewoon weer les gaf, satsang gaf, twee keer in de maand hier gewoon thuis. En eigenlijk liefst over een langere tijd mensen een beetje coachen in de richting van dit soort bewustwording. Ik dacht, ben weer begonnen en toen kwam jij. Nou, ik had twee avonden hier en toen was er eigenlijk niemand. Wel mensen die opbelden en contact opnamen, maar die zijn toch weer niet gekomen vanwege omstandigheden. Maar sinds met het filmpje op internet staan, sterker is de belangstelling bij veel mensen, veel reacties op mensen die komen en willen komen. Wat zijn de reacties zo? Wat hoor je van mensen? Dat ze erin herkennen. Wat ze eigenlijk altijd al voelden. Ja, maar wat is dat toch? Wat herkennen we in jou? Onszelf? Hoe is dat te plat gezegd? Ze herkennen een uiting van iets wat niet een religie is of een mentale spoor. Platgetreden banen, maar iets wat leeft, wat waar is en relevant. Levende waarheid. Ja, dat is hoe ik het in mijn gnostische tijd heb leren noemen, ja. Ja. Maar is dat dezelfde levende waarheid die Jehova's getuigen ook proberen te brengen aan de deur? Of, Maar zo gauw je het in concepten vangt, is hij dood. Aha. Ja. Ja, want dan heb je algemeenheden die verondersteld worden altijd op te gaan. Nou, hele grote algemeenheden, laten we zeggen de richting van de zwaartekracht, kun je dat wel stellen, die zal er naar beneden. Maar spiritualiteit gaat nooit alleen maar over zulke algemeenheden, het gaat over wat er hier en nu voor jou van belang is. Je kan alleen maar stappen van waar je staat. En dan kan je wel alles weten over de hele weg, maar je moet weten waar je staat, want anders kan je niet stappen. Ja. Maar toch is er dus blijkbaar een algemene deler. Die de mensen die naar dit soort filmpjes kijken herkennen. En dan denken, hé, die man zou ik gewoon wel eens in levende lijven willen ontmoeten. Daar zou ik wel eens in de nabijheid van willen zijn. En daar is dus niet één sticker op te plakken. Dat is voor iedereen verschillend. Zou je kunnen zeggen dat iedereen iets verschillends in jou herkent? Of is dat wel toch iets algemeens? Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Ja. Daar houden woorden op, hè? Ja, nee, maar dan moet ik ook helemaal eigenlijk... Het blijft speculeren. Ja. Het is wat ik denk wat er in hun omgaat. Ja. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Wat mensen aan de telefoon aan jou vragen, is dus ook totaal verschillend. Ja. Niet één gesprek is hetzelfde. Nee. Je denkt, oh, daar gaan we weer. Gisteravond hadden we er twee en één die mailt uit Leiden. Die moest op stellensprong hierheen, want ze had echt het gevoel dat ik haar kan helpen met iets wat haar al lange tijd dwars zit. Mm-hmm. En die andere, dat was een man die kwam al regelmatig bij allerlei leraren zeg maar, in deze traditie. Die zat zo'n gaaf en die wilde graag ook eens hier zijn. Even snuffelen. Ja, nou, met die eerste, met haar had ik een lang gesprek. Mm-hmm. En hij zat er de hele tijd eigenlijk tevreden bij. Mm. Soms puur je aandacht bij het onderwerp willen hebben bij iemand die er verstand van heeft, kan heel voedend zijn. Nou, wat ik zo typisch vind, is dat als ik jou ons gesprek terugkijk, ik heb het misschien wel 3 of 4 keer teruggekeken, en niet zozeer omdat ik denk van, oh, ik moet alle woorden in me opnemen. Maar het heeft een bepaalde vibe, hè? Het heeft een toch een helderheid in zich. Waarvan ik ook denk, we zouden nu gewoon 20 minuten op camera jou gewoon kunnen filmen terwijl je een paar anekdotes vertelt. En dan misschien heeft dat wel diezelfde vibe. Dus het zit er niet in de woorden, of wel? Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dat vorige keer al verteld heb. Of dat ik dat met jou in de pauze tussendoor heb verteld. De energetische kwaliteit van een leraar zit hem in de mate waarin hij werkelijk
verwerkelijkt heeft, spiritueel en op alle niveaus, emotioneel, mentaal, spiritueel, alles wat hij begrepen heeft, wat hij gezien gekregen heeft en wat hij meegemaakt heeft, alles. Iemand die je helpt te zien dat je in feite, in wezen, niets aanwijsbaar bent, behalve het onzichtbare veld waar alle ervaring in verschijnt. Maar goed, dat kun je dan herkennen. En dat is soms, in het begin, heel in het begin, iets waar je het flink tegenaan hikt, want dat levert weerstand op. Maar als je eenmaal die hobbel genomen hebt, heb je zo, nou ja, oké, ik heb het gezien. En dan begint het eigenlijk pas. Ja, dat is nogmaals waarom ik mijn website spirituele integratie heb genoemd. Het is niet de ontdekking die telt, maar wat je ermee doet. Hoe diep je dat laat inzinken, hoe diep je dat leven kan, hoe diep dat in alles wat je doet doorklinkt in je motivatie, in de reden waarom je het doet en waarom je het zo doet zoals je het doet. Dus jij geeft een aanzet, maar je geeft niet de oplossing. Ik kan nooit voor iemand anders bewerkstelligen dat hij iets integreert. Nee, nee. Dat blijft vrije keus. Ja. Aha, vrije wil. Ja. Nee, maar ook, ja, dat is waar illusie en absolute realiteit elkaar ontmoeten. Dat is het nou juist. Versmelten en werkelijk één worden. Het gaan leven, heb ik ook wel eens iemand horen zeggen. Ja. Ja. Walk your talk. Ja, en dat is wat jij doet. Ik doe mijn best. Ja. Net als hoop ik zoveel mogelijk andere mensen. Ik hoop ermee te inspireren, ja. Nu, toen ik hier vorige keer kwam, zei ik tegen jou, joh, het is eigenlijk net alsof we elkaar al jaren kennen. Alsof we gewoon elkaars vrienden zijn. En toen mailde jij terug van ja, dat heeft me nog... Ik vroeg jou toen, hoe komt dat? Die vraag heeft jij nog wel even bezig gehouden, hè? Ja, het bleef plakken. Hoe komt dat? Dat in dit soort ontmoetingen vaak gewoon voelt alsof je bij een oude kennis of bij een oude vriend op bezoek gaat? Nou, wat ik schreef, en dat denk ik dus nu eigenlijk nog steeds, maar ik weet het ook nog steeds niet zeker, is omdat je je allebei met dit onderwerp al aardig bezig hebt gehouden. Dat is overduidelijk aan jou en de vragen die je stelt. Besef je eigenlijk al voordat je elkaar überhaupt gezien hebt, dat je eigenlijk geen reden hebt om elkaar niet als vrienden te beschouwen. Dus ja, dan zie je elkaar voor het eerst en dan ga je er allebei gewoon vanuit dat dat al zo is. Dus je hoeft geen vrienden te worden, je bent het al. Ja. Maar geldt dat dan alleen voor mensen die hiermee bezig zijn? Of zeg je van, als jij naar buiten loopt, zie je overal vrienden rondlopen. Hoe werkt dat voor jou? Ja, in principe wel. Iemand die ik niet ken is in het beginsel mijn vriend, tenzij in de praktijk blijkt dat het toch anders loopt. Ja, maar voor de meeste mensen is het andersom. Hè. In eerste instantie is iemand een onbekende voor mij, totdat ik hem leer vertrouwen. Maar jij vertrouwt dus eigenlijk binnenlinks, totdat het tegen tot op zekere hoogte, maar ja, in het beginsel wel. Ja. En hoe voelt dat als je zo buiten loopt en de wereld is niet je vijand? Nou, een stuk relaxer dan toen het nog niet zo was. Ja, ik heb het ook moeten leren. Ja. Of ik heb het ongedaan moeten maken. Hè? Want het wantrouwen is gewoon iets wat je geleerd hebt. Dat is nou net een aspect van dat hele proces van integratie. Leren vertrouwen. Nee, ongedaan maken van de flauwekul die je jezelf in je onderbewuste hebt geprogrammeerd. Door ondoordachte conclusies die je bent gaan geloven en leven. En niks zo krachtig als een conclusie die je gelooft. En dan ook nog in praktijk brengt. Hè, want dan bevestig je hem iedere keer. Dat is waarom de ik-overtuiging zo hardnekkig is. Maar bevestig ik die zelf? Of wordt die bevestigd door de wereld? Of allebei? Die wordt bevestigd door jezelf. Door hun gedrag te interpreteren. En je beschouwt jezelf als ik. Je gelooft het. Ik ben een ik. En hij is ook een ik. Dus alles wat er gebeurt zie je als ikken die op elkaar inwerken. Ja. En dat is een constante bevestiging van, ja, zie je wel, ik ben ik en jij ben jij. Ja. En hoe zie jij dat dan? Zie jij jezelf lopen overal buiten?
Nou, zo letterlijk moet je het niet nemen. Want voor de praktische kant van het leven heb je het ook nodig. Mm-hmm. Ja, bij de bakker. Ja. Jij staat als derde in de rij. Zeg je niet tegen iedereen, ga maar voor. Je bent toch mij. Nee. Ja. Ja. Kijk, als mens zijn we wel degelijk individueel. Dat is nou juist de grap die we hier komen meemaken. Dus ja. Dus het is, je moet wel zien dat het een grap is. Ik vertelde het laatst en dat vond ik een hele leuke manier van mezelf om het te vertellen. Het is net als Sinterklaas. Als je 3, 4 jaar oud bent, dan bestaat Sinterklaas. Dan is Sinterklaas Sinterklaas. Dan word je een jaar of, weet ik veel, 7. Dan heb je het door. Haha, Sinterklaas bestaat niet. En tegen al die kinderen van 4 ga je flink te keer. Ik geloof het lekker niet. Ja, jij bent nog lekker dom. Jij gelooft nog dat Sinterklaas bestaat. Word je nog ouder, kan je die hele controverse geen bal meer schelen. Dus een man van 30 gaat niet echt een andere man van 30 vertellen. Hey, zou ik je vertellen? Nee, hij gaat voor Sinterklaas spelen voor die kleuters. Oh ja. Ja. Dus bestaat Sinterklaas nou wel of niet? Nou, in de wereld van de kleuter wel. Ja, maar voor in de wereld van die dertiger ook. Ja, dus? En voor in de wereld van die weet ik veel, hoe noem je dat, 7 jaar? Mm-hmm. Niet. Totdat hij beter leert herkennen. He? Er zit iedere keer weer een diepere, duur woord, dimensielaag achter. Ja, die kan zeggen, hij bestaat als archetype, hij bestaat als cultuurgoed, hij bestaat als... Een chocoladepoppetje. Ja, symbool. Ja. En hij bestaat als kinderverhaal. Hoe kun je die vergelijking dan maken met het ik? Want ik neem maar wat je daar naartoe wil. Op dezelfde manier geloven we in het ik. Mm-hmm. Dat is in Sinterklaas. En dan ontdekken we dat het niet helemaal waar is. Of helemaal niet waar. Mm-hmm. Dan schieten we vaak door naar het uiterste. En kom je die mensen tegen die maar niet uitgepraat raken over hoe ze de oneindigheid zijn. En hoe dat, wat dat allemaal betekent. Nog een stadium verder is dat je daar je mond of je schouders over ophaalt en alleen je mond over open doet op het moment dat het relevant is in de situatie, als er iemand naar vraagt of als er een andere reden is. Dus je hoeft niet te ontikken? Nee, liever niet zeg. Nou, maar dat wordt ons toch, althans dat zo interpreteer je deze boodschap wel, als je ermee aan de gang gaat in het begin. Ja, maar dat, ik moet van mijn ik af. Mijn ego is mijn vijand, weet je wel, dat soort... Dat is alleen maar de dualiteit. Ja. Dat is hoe ze non-dualiteit in dualiteit verbrengen. Ja. En dan ben je in het stadium van die 7-jarige nog bezig. Ja. Nou, dat is goed, daar ontkom je niet aan, dat heb ik ook meegemaakt. Het begint gewoon zo. Ja, je hebt heel lang vastgezeten in het ene en je doet de grote ontdekking van je leven. En dan schiet je even door naar het andere. Ja. Dat is alleen maar doodlogisch. Totdat het weer in balans komt. Ja, dan integreert het. Hè? Dan heb je pas de twee dingen die samen tot één nieuw geheel kunnen integreren. Ja. Net zoals je vorige keer zei, ik ben Steven ook. Ja. Maar ik ben niet Steven alleen. Nee. Ja. Hè, maar als je Yogananda, of noem maar je grote held, van achteren zijn naam roept, dan kijkt hij ook om. Mm-hmm. Maar toch is dat fascinerend. Ik ken Advaita-leraar en ik heb ze op YouTube of andere filmpjes gezien. En ik ga even geen naam noemen. Die worden dan gevraagd van, moet de persoonlijkheid helemaal verdwijnen? En dan zegt hij hardgrondig, ja. Ik snap niet hoe iemand dat zeggen kan. Dus jij zegt gewoon, persoonlijkheid is gewoon een instrument. Gewoon iets waar je gebruik van maakt in sociale situaties. Ja, het is een rol die je als, met een heel fout woord, fragment van het absolute. Maar ja, als het absolute, speelt. En als absolute kom je om te ervaren hoe dat is. Maar goed, het spelen van die rol is zo'n intense ervaring dat we het gaan geloven. En dat praten we elkaar ook allemaal aan. Ja. Dat is wat we nu noemen spirituele vergetelheid. Nou, dat moet je even gedaan maken. Pas dan snap je wat de bedoeling is, dan kun je beginnen. Ja. Maar je zegt nu moet. Nou, moet, ja, je mag. Maar als je het niet doet, maak je je eigen lijden knap heftig. Ja. En stel nou, zoals jij hebt het gezien,
komt dan automatisch die behoefte op om anderen hier ook mee verder te helpen? Of zeg je van, er zijn zat mensen op de wereld die het gezien hebben en die voor de rest denken, ja, het zal maar worst wezen wat de rest van de wereld doet. Ik heb het gezien en prima. Of is dit iets wat je gewoon niet voor jezelf kan houden? Als je het goed begrijpt en goed integreert, dan niet. Dan is het net als liefde, die kun je alleen hebben als je het geeft. Dus zijn dit soort gesprekken voor jou ook weer een soort refreshment, een soort opfrissing? Of? Nee, het is voor mij een gelegenheid om te geven zodat ik het zelf hebben kan. Aha. Dus als jij alleen bent, heb je het niet? Dat wil ik niet zeggen, maar het is net als met menselijke, persoonlijke liefde. Hè? Die voel je duidelijker op het moment dat je kan laten stromen naar iemand. Dan heeft het meer zin. Ja. En je moet niet vergeten, dan klopt het ook meer met de grootste waarheid die je kent. Namelijk dat je alles bent wat er is. Dus je moet niks, ook niet in de fysieke praktijk, uitsluiten. Want anders ga je nog voor de vermeende afgescheidenheid leven. Ik hou het allemaal voor mezelf. Mm-hmm. Ja. Ja, dan snap je toch echt, is eigenlijk niets niet. Ja. Zou je kunnen zeggen, het draait niet om jou? Of zou je kunnen zeggen, het draait niet alleen om jou? Welke van die twee zinnen spreekt jou het meest aan? Dus ook dat is net zo'n Sinterklaasverhaal. In het begin draait het om mij. Want als ik die vaardigheid niet heb om te herkennen hoe het zit, dan valt er ook niks op in te pluggen of uit te delen. Ja, ja. Behalve mijn eigen vermeende illusies, die hebben we dan ook. Maar ik bedoel ook in de algemeenheid. Als je heel egoïstisch leeft, dan denk je gewoon de wereld draait om mij en iedereen moet zich maar schikken en voegen naar mijn behoeven. En ik merk hoe meer je met deze onzin, hoe meer je hiermee gaat bezighouden, hoe meer je inziet, ja, maar het draait niet om mij. Het draait om het geheel. Het draait om geven. Het draait om samen. Het draait om. Dat is een beetje wat ik bedoel. Ja. Als het goed is, is dat wat eruit komt, ja, dat besef. Ja. En dat. Maar dat is nog niet de totale realisatie. Of is dat een soort beginfase? Is dat een soort. Weet ik niet. Nee. Weet ik veel. Nou, maar hoe werkt dat bij jou? Ben jij er een liever mens door geworden? Ja. Ga je ook liefdevoller om met mensen? Flikte je mensen 10 jaar geleden nog streken die je nu nooit meer in je hoofd zou halen? Ja. Ja, want het besef dat alles wat ik tegenkom is in feite deel van mezelf, is mezelf. Mm-hmm. Dus dan, als dat goed integreert, dan komt het niet zo gauw in je op om een van die kinderprogramma's af te draaien. Jij bent stom. Dat doen we op volwassen wijze in ons volwassen leven eigenlijk nog steeds. Ja. Tenzij we het ongedaan maken. Ongedaan maken, wat bedoel je? Integreren wat wel waar is. Mm-hmm. Dit besef. Oh, je bedoelt die programma's, ja. Jij ziet die kinderprogramma's nog steeds op hoge leeftijd voorkomen bij. Ja, dat is een idee, ja. 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 Mensen die niet spiritueel bewust zijn en die niet hun spirituele ontdekkingen de moeite nemen dat diep in hun systeem te integreren, die gedragen zich regelmatig als kinderen van 3, maar dan een volwassen sausje erover. Ja. Is dat ook de reden dat je geen televisie hebt? Ja, maar ik heb wel internet hoor. Ja, dus je ziet wel het een en ander voorbij schuiven. Ja, ja, bijzonder. En in hoeverre kunnen wij dat kinderlijke gedrag, als je dat transformeert, wordt het dan een soort volwassenheid? Ja, dat wordt pas normaal. Ja. Ja. Maar nu plakken we er wel weer een waardeoordeel op. Is. Nou, ja en nee. Ik bedoel, iedereen heeft de ruimte om zo abnormaal en onvolwassen te zijn als hij wil. Mm-hmm. He, want als God die mensen die ruimte laat, wie ben ik om het zo te ontzeggen? Ja. Maar ik heb wel een voorkeur voor mezelf en in interactie met de mensen om me heen. En wat nu bijvoorbeeld in Syrië gebeurt? Oorlog, 150 mensen per dag dood.
Is dat ook gewoon een kinderlijk wel eens niet een spelletje, maar dan enorm uitvergroot met tanks en wapens? Ja, het is wel zo, daar zit ook een grote esoterische kant aan, waarvan het te ver voert om die helemaal te bespreken hier. Maar alle oorzaken van dat die dingen zo groot worden, heeft niet alleen met fysieke oorzaken en menselijke meningen te maken. Ja. Daar zit meer achter. Daar spelen krachten waar wij niet allemaal weet van hebben. In de regel, ja. Ja. Even kort samengevat, zonder erop in te gaan. Het spel tussen goed en kwaad? Ja, dat is een moeilijke term, want iedereen denkt dat het... Dat zij het bij het goede eind hebben. Ja, dat is alleen. Ja. Ik zou eerder zeggen... Echte verbinding met de harmonie die een onverstoorde manifestatie van het werkelijk goddelijke zou zijn geweest, of is, kan zijn, of gebrek aan die verbinding. Dat? En dan krijg je die chaos en die wanorde en het gebrek aan een samenwerking. Werkelijke samenwerking is niet waar je naar moet streven. Die is het simpele, automatische gevolg van een juiste verbinding, energetisch, spiritueel. Mm-hmm. Dan ga je automatisch verbinden, samenwerken. Ja. Aan het grotere geheel denken. Dan herken je in iedere situatie die je tegenkomt wat hier en nu relevant, waar en voor iedereen iets goeds brengt. Ja. En daar doe je automatisch aan mee, daar help je aan mee. Dat gaat dan vanzelf. Ja. Ja. Kom niet bij je op om iets anders te doen. Want dan doe je jezelf en de anderen geen goed. En dat is. Dat voelt bizar onnatuurlijk. Dus het voelt voor jou onnatuurlijk om bij buffet meteen het grootste bord te nemen. En zoveel mogelijk eten op te scheppen. En het laatste stukje taart voor iemand zijn neus weg te graaien. Ja, maar dat hebben we toch allemaal. Goed, als jij hier binnenkomt, doe je toch ook aardig tegen de kat. Ja, het grappige is, met dieren heb je daar inderdaad. Ik ken, ja. Iedereen ontdooit in de buurt van dieren en hele kleine kinderen, hè? Het zijn geen concurrenten. Is dat het? Ja, maar toen je 4 jaar was, leerde je dat je medekinderen concurrenten waren. Dat was oorlog. En toen heb je al die conclusies getrokken. Al die overtuigingen, het gros van je overtuigingen, andere mensen zijn de conclusies van toen je 3-4 jaar was. Vandaar dat ik zeg dat mensen nog steeds zo leven, omdat ze al die overtuigingen nooit hebben geherevalueerd. Dus die conclusies die heb je jezelf aangeleerd, dat is niet iets. Want ik heb al jarenlang mijn school de schuld gegeven, mijn ouders en noem iedereen maar op. Nou, ze hebben je niet altijd de beste ideeën gegeven, maar... Dat waren ook mensen die het niet beter wisten. En uiteindelijk heb je zelf de conclusie getrokken. En dus betekent dat ook dat je uiteindelijk zelf degene bent die ze weer ongedaan kan maken. Het is, je hoeft niet de slachtoffer. Het betekent ook je macht. Hoe maak ik de conclusie, andere mensen zijn lastig en lopen me in de weg. Hoe maak ik die ongedaan? Dan moet Byron Katie werk gaan doen. Van is het werkelijk zo? Ja, en wat levert het je op om het te geloven? En uiteindelijk is elke conclusie die je trekt alleen maar een interpretatie. Mm-hmm. Dus nooit een werkelijkheid. Je hoeft de ene conclusie niet te vervangen door de andere. Je bent al heel lent als je zegt, gewoon, ja, maar ik weet het niet, ik hoef het niet te weten, dat is ook oké. Okay. Kijk, het is wel degelijk waar dat er mensen rondlopen met kwaadaardige intenties. Waar je voor moet oppassen. Ja. Ja, maar dat is niet... Een gouden stelregel. Maar ik vind het wel een essentiële. Heel veel spiritualiteit gaat het natuurlijk om allemaal affirmaties. En oké, je hebt jarenlang over jezelf gedacht dat je niet goed genoeg was. Nu moet ik gaan denken dat ik wel goed genoeg ben. Nou ja. Ik heb dat. Als je dat doet, het tegendeel er tegenoverstellen, betekent dat nog niet dat wat er al in je systeem zat, dat eruit gaat. Er wordt meer afgedekt of zo. Nou, je krijgt meer conflict. Ja, oorlog van binnen, ja. Ja. En op een moment voel je je goed. Nu ik heb zoveel meer zelfwaardering en ik kan zoveel meer van mezelf houden. Ik voel me zoveel beter. En dat gaat dan een week goed, of weet ik veel hoe lang, een dag.
En dan schiet het door tot dit het tegendeel. Want het onderbewuste zegt je, hallo, ik heb net 40 jaar te horen gekregen. En je hebt mij verteld dat ik dit en dit. Daar zitten je overtuigingen. Ja. Dus betekent dat dat je iets verkeerd doet? Nee. Maar op het moment dat die negatieve overtuiging, laat het zo noemen, bovenkomt, moet je dan wel de kracht hebben om niet te leven, niet te geloven, je niet door te laten intimideren. Dan wordt hij een beetje, laten we zeggen, van zijn wortels ontdaan. Nou, als jij je onderbewuste vertelt van, ja, dat gaan we niet geloven, kom op, dat is flauwekul, dan ben je aan het evalueren en dan ben je inderdaad iets anders aan het integreren. Ja. Ja. Nog steeds iets persoonlijks, niet echt iets diep spiritueels, maar het is gezond. Het is een begin. Maar overtuigen moet ik altijd denken aan een paard wat overtuigd is. Het zegt het al, het woord eigenlijk, hè? Het is te zwaar, het is allemaal ballast op zo'n paard, hè? Een mooi woord. Ja. Maar zou je per definitie kunnen zeggen dat iedere overtuiging ballast is, waar je eigenlijk niks aan hebt? Nee, want ze helpen ons deze wereld te hanteren. Dat is waarom ik de overtuiging, ik ben Steven, nodig heb. Ja, maar wanneer jij ervoor kiest, niet, zit je niet meer dwars. Ik moet weten dat ik hem speel. Mm-hmm. Dus je zou een ander woord voor overtuiging zou kunnen zijn, levensregel of misschien te zwaar, handige instrumentje. Ja, kijk, op het moment dat je de werkelijkheid, zeg maar, van de overtuiging als overtuiging kent, dan ben je niet meer als een robot die zo'n overtuiging automatisch per definitie altijd leeft. Ja. Dan heb je de speelruimte om achterwege te laten op het moment dat die pijn of lijden van wie dan ook oplevert. Ja, maar dat zeg je een mooie. Dus dan kun je dat nog een keer zeggen? Oh. Ja, we hebben hem opgenomen. Ik kan helaas niet terug. Nee, maar je zei, zodra die overtuiging pijn of lijden oplevert voor... Dan heb je de speelruimte om hem ook meteen achterwege te laten. Ja. Dus dat is een goede graadmeter bij een overtuiging. Ja. 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 Ik zou in het volgende deel graag nog even met je over Yogananda willen praten, als je het goed vindt. Oh, ja. Dan houden we even een kleine pauze, want je hebt een boek vertaald. Ja. Al een tijdje terug. Gesprekken met Yogananda. En ik ben wel heel benieuwd naar deze verschijning en wat je daarover kunt vertellen. Want die man die is toch al een jaartje of 60 dood. Ja. En hij sprak ook over zelfrealisatie. Ja. En we hebben het eigenlijk vorige keer te kort over hem gehad. Dus we nemen even een bakje thee en spreken elkaar zo weer. Nog een deel praten met Steven Nomen. Van de website spirituele-integratie.nl. Je zit ook op Twitter, daar kunnen mensen je vinden. Ja, ik ben nog aan het ontdekken wat ik daarmee kan en doe, hoor. Ik kan niet garanderen dat... Maar ja, jij wil natuurlijk meteen met Twitter, ik val je in de reden. Met Twitter... hoe heet dat? ID? Naam? Ja, volgens mij gewoon als je Google, Twitter, Steven Nomen. En je zit ook op Facebook. En je hebt een boek van Yogananda... vertaald een jaartje of 10 geleden? Nee, ik woon al hier. Laten we er 5 jaar of zo. Oké, dat lijkt me een monnikenwerk. Om een boek, het was in welke taal geschreven? In het Engels? Ja. Om dat in goed Nederlands te vertalen, zodat het ook nog klopt. Ja. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Nou, ik heb geen haast gemaakt. Ik deed voor mijn lol. Ik was niet van plan het te laten uitgeven. Ik deed het in eerste instantie voor mezelf. Maar toen was het klaar. Dan had ik iets van, nou ja, vind anderen misschien ook leuk. Dus toen ben ik ermee de boer op gegaan. Mm-hmm. En het hele proces van beginnen en inderdaad fijn slijpen. Ik ben lang aan het polijsten en slijpen. Ja. Dat, ja, een professioneel vertaler zal dat nooit doen. Want vertalen is tijd over het werk. Je wordt per woord betaald, niet per tijd. Ja. Ja. Hoeveel woorden was het? Dat weet ik niet. Ik geloof het zo'n 23.000. Of 40.000, ik weet niet meer. Wat een werk. Dus je bent miljonair geworden inmiddels? Ja. Dit boek is nog steeds te bestellen. Gesprekken met Yogananda. Ja. Wat was dat voor een leraar?
Oh, dat was een van de grote avatars. Dat is mijn mening en wat hij zelf ook zei. Ja. En was hij voor jou ook dé leraar? Een van de zeer, zeer weinige mensen die echt volledig bevrijd was. En desondanks hier nog op aarde was. Er is hem ook naar gevraagd, van God, is dat zo zeldzaam? En zei hij, ja, ik heb er zelf in mijn hele leven maar 6 meegemaakt, voor wie dat geldt. Ja, dus dat is heel bijzonder. En hij gaf dus ook lezingen, ook buiten India? Ja, ja, hij is juist de man die het East meets West echt stevig in gang heeft gebracht. Ja. Nog voor Bhagwan Osho? Ja, ja, dit was in de, hij ging geloof ik in de jaren 20 naar Amerika. Om hierover te spreken? Ja. Ja. En hoe werd daarop gereageerd? Ik neem aan de gelovigen, de christenen, zo het allemaal niet zo mooi vonden. Nee. Hij, zonder tot een syncretisch verhaal te komen, maakte hij duidelijk dat zowel hindoeïsme en de traditionele benaderingen van zijn eigen land en achtergrond, inclusief de kriya yoga, dat is een meditatiemethode. Door de neus, hè? Het inhalen niets, toch? Nou, dat voert te ver om dat in details hier te gaan vertellen. Maar dat is een energetische reinigingsmethode, waardoor een groter bewustzijn, een expansie van je identificatie makkelijker mogelijk wordt. Wat die hindoes daar al duizenden jaren deden, is natuurlijk geen onzin. Mm-hmm. Maar wat hij vertelde was dat in wezen dat het hetzelfde is als wat Jezus uit de hele christelijke wereld. Hij noemde Jezus gewoon een yogi en hij zag hem als deel van zijn eigen traditie. Ja. Maar een andere tijd en een andere cultuur. Ja. Dus hij liet zien dat dat helemaal niet zo'n groot verschil is. En hij schreef ook zeer dikke boeken, ik geloof 2000 bladzijden of 2400, waarin hij woord voor woord het hele Nieuwe Testament vanuit zijn achtergronden verklaart, uitlegt en verheldert. Ja. Dus hij was die Jezus van zijn tijd? Ja. Yogananda. Ongeveer, ja. Dat boek is nog steeds te bestellen via Ank Hermes, jouw vertaling. Kun je zeggen dat die vertaling van dit boek jou verwezenlijking geholpen heeft? Heeft het voor jou het verdiept? Ik heb het vertaald omdat het voor mij een goede oefening was. Laten we zeggen, het hielp mij om in te pluggen op Yogananda en Yogananda's intenties. Het is een verzameling van een hele zooi, ik weet niet, een paar honderd korte gesprekjes. Hè, van God kwam iemand met iets, een vraag of een opmerking, en dan gaf hij vanuit zijn ervaring en kennis en besef respons op. En dat is interessant voor wel meer mensen. En een van zijn leerlingen heeft dat allemaal verzameld en later uitgegeven. Ja. Nou ben ik mijn eigen draad kwijt, dat was ik aan het vertellen. Nou, ik vroeg aan je, heeft dit jouw realisatie verdiept? Dus het waren net de significante momenten waarop hij iets deelde wat voor veel mensen geldt. Dus op dat moment juist heeft hij iets te bieden. Mm-hmm. En dat vond ik voelbaar. Ik vind alles wat die man schrijft eigenlijk voelbaar qua vibe. Mm-hmm. Een zeer goede vibe. En ik had iets van, nou, ideale manier om daarop in te pluggen is het te lezen. Heel goed te lezen, in je eigen woorden op te schrijven, of het in zijn woorden in je eigen taal te herschrijven. Ja. Want dan moet je echt ook bedoelen wat hij bedoelt. Ja. Dat is de ideale gebedsoefening. Gebed is voor mij het woord niet om God te vragen wat je wilt, nee, om je intentie fijn te slijpen. Oh, dus je geeft ons hier wel mooi huiswerk. Ik ga morgen nou gewoon de Engelse versie van I Am Dead kopen. Dan ga ik hem gewoon vertalen voor mezelf. Dat kan je doen. Nou ja, zou dat een... Ja. Want dan moet je bij iedere zin inderdaad ook dat op je in laten werken. Gaan nadenken. Denken, hoe voelt dit? Hoe zou ik het zelf vertellen? Nee, hoe vertelt hij het? En waarom vertelt hij het zo? En waarom kiest hij die woorden? Dat moet je invoelen en je moet zelf ook een beetje taalvaardig zijn, anders is vertalen ook echt niet leuk. Ja. Maar wat een monnikenwerk zeg. Ja,
Maar ik kun je zeggen, vroeger werd natuurlijk, volgens mij in de Zen, je hebt je vorige keer ook iets over verteld, in de Zen moest je ook hele boeken over schrijven, toch? Of een van de oefeningen. Daar heb ik ooit eens iets over gehoord. Christelijke kloosters, dat ze nog geen boekdrukkunst hadden. Oké, dat was niet om het te verdiepen, de boodschap. Daar weet ik niks van. Zo deed ik dat vroeger namelijk ook met huiswerk. De beste manier voor mij om iets uit mijn hoofd te leren, was het gewoon overschrijven. Ja. Maar dat is nog steeds. Mijn eigen violeren zijn we dat ook. Als je een vuur niet uit je hoofd kan, is dat een lastig stuk. Met van die eindeloze afslagen. Mm-hmm. Van, hier is het precies hetzelfde als daar. En dan kun je zo'n verkeerde afslag nemen. Nou, als je het goed uit je hoofd wil leren, moet je hem eens overschrijven. En gewoon schrijven, dan kunnen we tamelijk vlot. Maar noten schrijven, dat is eindeloos gepielige teken, ja. Jongen. Dat is... Maar dat werkt. Ja, ja, dat werkt. En hoe zouden we dat hier naartoe kunnen vertalen? Moeten we allemaal boeken gaan vertalen? Of althans overschrijven? Of als jij voelt dat het voor jou werkt en inspirerend idee lijkt. Ja, soms maar een opmerking en schrijf hem eens 10 keer over. Om je intentie daarin te verankeren. He, dat is wel waar het om gaat. Het is een innerlijk werk. Het gaat niet om het schrijven. Nee. Je mag het ook hardop zeggen. Voor mij werkt schrijven. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook in de scholen. Werd het nog zoiets. De straf was vroeger 100 keer op het bord schrijven. Ik zal nooit meer met propjes schieten in de klas. Ja, maar dan is het ook de bedoeling dat je dat vervelend vindt. Om het 100 keer af te moeten schrijven. Misschien ook dat het verankert in je of zo. Ik weet niet. Ja, maar nee. Wat er verankert is het gevoel van vervelend vinden. Aha. En dat is waarom ik zeg, het is een meditatie of een gebed. Ja. Je, wat moet verankeren is dat het moet gaan voelen alsof jij het bent die dit zegt met die wijsheid. Hmm. Je hebt nu al een paar keer het woord intentie laten vallen. Dat is een woord dat je vaak hoort, hè? Goddelijke intentie, wat is jouw intentie? Kun je daar nog eens iets dieper op ingaan? Intentie, wat je daar nou werkelijk mee bedoelt? Net zo'n woord als God, spirituele weg, bestaat eruit dat je een eindeloze ontdekking die niet ophoudt. Het is niet iets wat je van, oké, ik weet het. Een herontdekken en een verruimen, net zo goed als het ik verruimd wordt door de ontdekking van, hé, ik ben ook alles waarin alle ervaring verschijnt en dat ben ik ook. Krijgen intenties ook steeds diepere en hogere dimensies, waar je constant en tegelijk, simultaan, bewust van kunt zijn. Dus dat is iets wat blijft groeien, ontwikkelen, veranderen. Het is geen project wat je afsluit. Nee. En wat is jouw intentie op dit moment dan? Dit te delen? Ja. Yogananda zei, het hoogste gebed is, God komt tot mij, zodat ik u aan andere mensen kan geven. Ik zou het voor mezelf iets anders zeggen. God komt tot mij, zodat u zichzelf via mij aan anderen met anderen kan delen. Mm-hmm. En dat legt iets minder nadruk op het idee van, ik doe het. Mm-hmm. Dat wil ik liever vermijden. Ja. Want die woorden die jij nu allemaal spreekt, wat ik ook, de vragen die ik stel, zou je kunnen zeggen, ja, die komen op uit het onnoembare. En ja, echt het bewuste weet ik veel, dat kan alles zijn. Het bewuste kun je benoemen. Mm-hmm. Dus niet alles wat je doet of zegt is goddelijk. Nee. Ja, je moet een verschil maken tussen vorige leraar noemde, goddelijke wil en goddelijke liefde. Goddelijke liefde laat alles zijn zoals het is. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat is in lijn is met goddelijke wil, goddelijke intentie. Want het hele spel is nou juist om het bewustzijn dat in de illusie duikt de kans te geven proefondervindelijk uit te vissen wat wel en wat niet in lijn is met goddelijke intentie. Al die mensen die in Syrië daar een beetje toestand van maken, zijn ook een beetje vergeten dat dit eigenlijk het spelletje is. En die zijn niet zo erg, denk ik, bezig in lijn met goddelijke intentie. Aan de andere kant, het kan ook zijn dat
goddelijke intentie een korte metten maakt met iets wat niet deugt. Ik wil niet zeggen, goddelijke intentie is altijd alleen maar lieve vriendelijkheid. Maar eindeloos blijven herhalen in stand houden van oorlog is het in elk geval niet, nee. En als we het vertalen naar het dierenrijk, Steven, dat vind ik altijd zo'n mooi voorbeeld. Daarin is het de normaalste zaak dat een leeuw, of een tijger, of wat dan ook, een zebra grijpt, doodt en opeet. En dat vinden we ook de normaalste zaak van de wereld. En dat, ja, dat is de natuur, zeggen we dan. Zo gaat dat nou eenmaal. The circle of life noemen we dat dan. Maar als wij als mensen elkaar na het leven staan, dan is dat toch niet per definitie slecht meteen. Waarom niet? Nou ja, omdat ik dat, als ik dat breder trek, dan dus het dierenrijk, waarin gewoon ook, noem wat, een apenkolonie, daar is ook gewoon een alfa mannetje, en het is allemaal op een bepaalde manier geregeld. Het verschil tussen mensen en dieren is toch duidelijk. Dit is een dualistische wereld. In de illusie van deze wereld, ik beschouw hem nu even als werkelijkheid, is er vrije wil. In een dualistische wereld waar vrije wil bestaat, is er dus ook verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid, je zult dus ook ter verantwoording voor je keuzes worden geroepen. Dat is een beschrijving van de wet van karma. Wat je oogt zal je zaaien. Ja, de wereld is, wat ik net zei, een proefondervindelijk situatie. Een experiment met het gebruik van je zogenaamde vrije wil. Dus om te zeggen hij bestaat niet, ja, daar schiet je niet mee op, want dan ga je hem niet beter van gebruiken. Nee. Dus jij zegt juist, zie die wereld wel als echt en... Nou, zie hem als wat hij is, hè? Als een toneel waar we acteren om proefondervindelijk te experimenteren met het gebruik van onze wil. Ja, maar het is, dat kan toch niet de enige reden zijn van deze hele droom. In feite is wat ik nu vertel waartoe het tot verworden is. Dat is naar wat ik geleerd heb, maar daar kan ik niet uit eigen ervaring over praten, nooit oorspronkelijk de bedoeling geweest. En wat wel de bedoeling is geweest, dat? Het is nooit namelijk de bedoeling geweest dat we die verbinding met het besef van wat goddelijke wil en goddelijke harmonie dus is, dat we dat zouden verliezen en moeten herontdekken. Hè, maar dat is wat we nu spiritualiteit noemen. Ja. Dat is hoe het misgegaan is in de loop der lange tijden. Ja. Maar goed, dat is dus wat het dus nu is. Okay. Maar dan is, je ziet wel dat er een soort beweging gaande is daar weer terug naartoe. Of zie jij de wereld verharden en verharden en verharden totdat het dadelijk tot een enorme implosie komt? Je ziet wel degelijk een groeiende interesse in spiritualiteit, maar of dat inderdaad ook een ontwikkeling is naar in de richting van collectieve verbinding met het werk, met werkelijk goddelijke intentie, daar ben ik niet van overtuigd. Nee. Helemaal. Dus je bent somber gestemd over... Nee. Want inmiddels zijn we zo ver afgedwaald dat die hele situatie sowieso opgeschoond moet worden. Omdat wij mensen ernaar streven, of niet. Ongeacht onze keus daarin. Wij streven naar? Helderheid, meer liefde, meer... Nee, ongeacht of we beseffen dat we collectief die verbinding met het besef van goddelijke intentie, wat dat eigenlijk is, dus de zoektocht naar ware spiritualiteit, of we dat bewust inderdaad nastreven, die aspiratie koesteren, dat is, vind ik, aspiratie een heel belangrijk woord in al spiritueel gebied. De juiste aspiratie en steeds blijven verfijnen wat dat nou eigenlijk is, is spiritualiteit. Op het moment dat je denkt ik weet het, laat je jezelf wel verwateren. Ja? Ja. Dat is net zo suf als
wat Papaji zei, never land anywhere. Zo gauw je een concept als waar aanneemt, hè, dan dogmatiseer je al en maak je een levende waarheid tot een religie. Dus dit is geen, dat vragen mensen wel eens, dat waait er dan een religie? Of is de spiritualiteit een religie? Je zegt nee, het is gewoon een verzamelnaam. Religie hoort waar de spiritualiteit te zijn, te vertegenwoordigen. Maar dan moet je heel goed weten waar je mee bezig bent. Maar het punt is, dat kun je nou juist nog net niet weten, want je mist de ervaring. Ja. Het vervelende van onze situatie is, we zijn onwetend, spiritueel gesproken, maar we zijn dus ook onwetend van het feit waar we ons eigenlijk onwetend van zijn. Ja. We weten niet eens meer wat dat we iets vergeten hebben. Ja. Dus ja, dat wordt moeilijk. Gelukkig zijn er mensen zoals jij die je proberen te helpen, te wijzen, hè? Want dat is uiteindelijk wat je toch doet. Ja. Je geeft een soort richtingaanwijzing, maar je kan nooit iemand aan de hand helemaal meenemen daar naartoe. Nee. Dat zul je niet eentje moeten doen. Nee, ja, ik kan niemand iets niet geven wat ik niet heb en ik kan nooit hebben wat hij is. Dat is een mooie. Ik kan nooit hebben wat hij is. Maar je bent het wel. Ik kan het alleen maar zijn. Ja. En beseffen dat ik het ben. Ja, maar het is geen transactie. Het is niet iets wat je uitwisselt. Nee. Dat is net als liefde eigenlijk. Liefde kan je ook niet geven. Ja, liefde is alleen maar iets wat je deelt of zo, toch? Ja, daarom zei ik, je kan het alleen geven alleen hebben op het moment dat je het geeft. Het geven komt eerst. Aha. Ja. Of de intentie om het te geven komt eerst. En dan de gelegenheid om het te kunnen geven komt. En dan is ineens die liefde. Ja. Zou je kunnen zeggen dat licht dat jij bent, heeft iets nodig om op te schijnen, waardoor het zichtbaar wordt? Of? Ja, zoals je het zo wil zeggen. Mag dat van jou? Ja, nou, ik krijg er een beetje beeld van waarbij ik denk, ik weet niet. Maar... Nee, ja, zo heb ik het ooit wel eens ergens vernomen. Oké, als het jou iets zegt, dan is dat, hey, ik wil niet in algemeenheden vervallen. Ja. Wat mij iets zegt is, en voor mij belangrijk is heel wat anders dan wat jou iets zegt of voor jou belangrijk is. Nog even voor mensen die dit voor het eerst bekijken, die andere filmpjes nog niet gezien hebben. Jij geeft satsang. 2 keer per maand? In principe, ja. Ja. Eerste en de derde woensdag. In Bilthoven. Mensen kunnen jou ook mailen. Ja. Ja, je hebt in een vorig gesprek verteld dat je dat eigenlijk nog het mooiste vindt. Gewoon één. Steven, nog één korte vraag aan je. Depressie. Ja. Je moet lachen omdat ik het er net al even over had. Ik zei, misschien is het toch mooi om het even op te nemen. Depressie, wat is dat? Als ik bij mezelf kijk, hoe het werkte, dan zie ik wat er dan gebeurde is dat er oudere gevoelens naar boven wilden komen. Omdat die gewoon gevoeld en ervaren wilde worden. Mm-hmm. Eigenlijk als deel van het integratie- en schoonmaakproces. Maar het onderbewuste heeft natuurlijk een reden om die dingen eronder te houden. Daarvoor zaten ze er al. Daarom zijn ze, hoe noem je dat? Onderdrukt. Ja, onderdrukt. Unresolved, nog niet opgelost. Daarvoor moeten ze nog boven komen. En op het moment dat ze dan wel boven komen, ga je daar weer weerstand tegen bieden. Dus je laat niet toe dat het oplosproces zich voltrekt. Ja. En dan krijg je een situatie van emotionele stagnatie. Wat gewoon niet goed werkt. En ja, daar voel je je beroerd van. Het is eigenlijk niet eens een echte emotie, depressie. Het is een soort pseudo-emotie van niet willen voelen wat je voelt, wat er eigenlijk al is. Niet willen ervaren wat er eigenlijk al is. Ja. En veel mensen leggen dat uit als een probleem. Terwijl depressie is misschien juist... Het probleem is het blijven onderdrukken en het niet bewust zijn dat je dat doet.
Het gebrek aan bereidheid je beroerd te voelen, nog veel beroerder te voelen dan de depressie. De depressie is iets wat er overheen komt, omdat eronder, weet ik veel, verdriet, angst, boosheid zat. En die is zo onacceptabel, want bla bla, een heel verhaal, die wordt niet getolereerd. Maar ja, een gevoel dat wel naar boven komt en je houdt het luik dicht, dat geeft spanning. En dan moet je steeds meer blijven onderdrukken en je kan, als je die boosheid niet kan toelaten, kun je andere gevoelens ook niet toelaten. Je wordt steeds kleiner in je emotionele beleving. Het stagneert letterlijk. Je verkrampt. Ja. Dus depressie is meer een signaal van, hey, begin eens met voelen. Zou ik denken, ja. Ja. En hou eens op met controleren van je gevoel. Durf eens je gevoel zo heftig en angstig en overweldigend te laten worden als het eigenlijk al wil zijn en eigenlijk al had moeten zijn geweest. Ja. Er is geen uitweg uit die gevoelens, hè? Er is geen tovermiddel om te zeggen van, je zal het gewoon moeten doorvoelen. Je kan het wel uitstellen, maar je komt er niet vanaf. Het is al deel van. Ja. En ervaringen willen ervaren worden, laten we het zo zeggen. Dus wat kan je doen? Je kan of moeilijk doen of die bereidheid opbrengen te ervaren. Ja, de angst om te voelen is vaak groter dan het voelen zelf. Ja, en vaak niet eens bewust. Dus dat maakt het dan tot een praktisch probleem, maar niet tot een eigenlijk probleem. Nee. En, ja.